Goedendag, hier Bas van de Carpi Specialist. Het is 1 februari en even spieken, de 59e editie alweer van de Carpicast. Zoals jullie kunnen zien, mijn jas is vies, het is rot weer. We hebben gisteren een uitzetting gehad in België van echt heel gave carpers. Daar komt nog een speciaal nieuwtje voor. Maar dat houden we nog eventjes geheim. We trappen af op Le Grand Etang in België, of in Frankrijk. Sorry, daar heeft Lucy, de eigenaresse, circa 100 volbeschupte spiegelkarpers uitgezet. Le Grand Etang staat natuurlijk bekend om zijn volbeschupte spiegels. Tot ruim 30 kilo zwemmen ze er rond. En we vonden dat het water van dik in de 20 hectare wel een extra visuitzetting nodig had. Dus we hebben lang gezocht en we hebben een bron gevonden van echt unieke volbeschupte spiegelkarpers die we hebben uitgezet. Vissen waren 4 tot 6 kilo zo'n beetje bij uitzet. En met het enorme aanbod van natuurlijk voedsel in Le Grand Etang zullen we die ongetwijfeld in de komende jaren al snel boven de 10 kilo gaan vangen. Dus wij zijn er vanuit hier heel erg blij mee. Het vergroot de vangkans iets op Le Grand Etang. Maar belangrijker nog, het zorgt ervoor dat het water ook weer jaren mee kan in de toekomst. Dus we zijn heel benieuwd wanneer deze visjes voor het eerst op de kant komen. Er is nog meer uitzetnieuws. Ook op de Domeinenput in Nederland hebben we een visuitzetting gehad. Cas van Leeuwen, die bekende Nederlandse viskweker, heeft er in de afgelopen jaren al regelmatig mooie volbeschupte spiegelkarpers uitgezet. En nu heeft hij een prachtige batch van 41 schubkarpertjes geleverd. Ze waren maar 3 kilo, zo'n beetje bij uitzet. Maar dit betreft schubkarpers met die typische knik achter de kop. En zijn echte snelgroeiers. Vanuit eerdere uitzettingen weten we dat we deze vissen ook binnen 2 jaar zeker richting de 10 of zelfs boven de 10 kilo hebben. Dus dat belooft wat voor de toekomst. En een mooie mix met het visbestand wat reeds aanwezig is. We blijven vis uitzetten. En dat is ook op Cordelier het geval geweest. Cordelier natuurlijk bekend. Een 100 hectare grote water in de Franse Alpen met slechts 5 visstekken. Prachtig water. En ook daar heeft de eigenaar een investering gedaan in wat extra vis. Er zijn zo'n 70 schub- en spiegelkarpers uitgezet van gemiddeld 10 kilo. Daar zijn we heel erg blij mee. Ook daar gaat het een groot water en veel rondtrekkende vis. En met deze visuitzetting hopen we dat we de vangkansen van onze gasten iets verder vergroten. Vanaf Etang de Galois hebben we geen uitzetnieuws, maar wel een hele gave video om te bekijken. Het team van Pure Carp Fishing is daar geweest eind september. En die hebben een heerlijke visvakantie gehad met 2 vissen boven de 25 kilo. En ook nog wat 40ers en 30ers erbij. Een hartstikke gave video. Hier ergens de link straks, dus bekijk hem zeker. En echt weer een mooie flashback naar het eind van de zomer en begin van de herfst. Galois is natuurlijk een heel erg populair water, maar voor dit jaar hebben we nog een aantal plekjes. En er wordt ook al volop geboekt voor 2024 en 2025 voor de populaire stekken. Dus mocht het water u aanspreken, wacht dan zeker niet te lang met reserveren. Dan nog een video van mezelf en Timon. Wij waren op bezoek bij KWO, waar we een interview hadden met Michiel Pilaar. Naast een hoop slapgeouwe hoer hebben we het ook nog inhoudelijk over dingen gehad natuurlijk. Timon is een echte betaalwaterspecialist qua visserij. En zelf weet ik er sinds 2004 van de Carp Specialist ook wel iets van. En daar hebben we een heel leuk interview gehouden. Een YouTube videootje is het geworden. Dus bekijk de video zeker eens als je het leuk vindt. En ik hoop dat je er wat van opsteekt. Wij hebben er in ieder geval heel veel plezier van gehad om de video te maken. En dan eindigen we deze korte Carpicast van 1 februari met een hele leuke winactie. Ik weet niet of u op de beurs Carp Den Bosch bent geweest. Wij waren natuurlijk van de partij en hebben het super naar onze zin gehad. En op Carp Den Bosch was Alain Danau ook aanwezig. Echt een carper legende natuurlijk. En inmiddels is hij alweer met zijn 6e boek begonnen. En die presenteerde hij op Carp Den Bosch. Het heet De Wraak van de Weerhaak. Ik heb er zelf eentje aangeschaft voor mijn persoonlijke collectie. Want boeken van Alain vind ik helemaal te gek. Niet alleen prettig om te lezen, maar ook echt goed voor je visserij. Tussen de regels door staan er heel veel tips en tricks in die je zeker kunnen helpen om meer te vangen, juist op betaalwater. En we hebben een 2e exemplaar ter beschikking gekregen van Alain om weg te geven door middel van een winactie. De winactie is deze week dus. Deelnemen is super simpel. Als je de link indrukt, hij zal hier ergens verschijnen, vul even je naam, je e-mailadres in. Dan maken we volgende week bekend wie er de winnaar is van het nieuwe boek van Alain Danau. Bedankt voor het kijken en graag tot ziens volgende week bij een nieuwe Carpicast. Ciao!